Het is een prachtig lied en ik denk gewoon dat door het op deze manier te doen en je weet gewoon überhaupt dat het goed klinkt en dat het mensen bereikt en mensen raakt, dat je op deze manier toch positief bezig bent en je klein steentje kan bijdragen aan het geheel. Ja, ik vind het helemaal te gek. Ik wil het meteen doen. Samen zoeken naar een weg, de weg die een toekomst belooft. Is het nostalgie of is het onze kans om die strijd, die vrouw. Ondanks de korte voorbereidingstijd krijgt componist Dolf de Vries onder andere medewerking van Ernst Daniel Smit, Justine Pemmelaai, het nieuwe talent Charlotte Coppola en Humphrey Gamble. Ik woon in Zwijndrecht en naast mij is Papendrecht en daar is ook een fokkerfabriek. En ontzettend veel mensen zijn daar gedupeerd omdat ze al, denk ik, een jaar of 10 al in onzekerheid leven. En ik heb wat kennis in Papendrecht wonen, dus... Ja, het doet mij wel wat. En als ik hierbij daardoor kan helpen, dan doe ik daar mee. Om te weten dat wij allen streven naar hetzelfde doel. Daarop hoog niveau zijn. Daniel Smit heeft een hekel aan vals sentiment. En daarom zei hij tot nu toe nee tegen actieliederen. Voor Fokker maakt hij een uitzondering. Ja, en als je dat Fokkerkoor van al die werknemers hoort... dat is zo inspirerend. Al die mensen die daar toch een strot staan won te zingen voor hun baan. Ja. En dan kunnen mensen van alles denken over waarom wij meedoen. Maar ik vind gewoon dat wij kunnen het voor onszelf heel goed verantwoorden... wat we staan te doen. Wij zijn op onze manier coachje bezig voor een grote maatschappij... En we hopen dat het enige zo aan de dijk zit. Ja, precies. Houdt Fokker in de lucht. En als u dat ook vindt, en dat vindt u natuurlijk... dan kunt u vanaf vrijdag deze speciale cd kopen... en uw steun betuigen aan mensen die bij Fokker nog werken. We gaan het hebben over de dienstplicht.